Ware liefde. Als ik doof was, maakte ik met 1000 schilderingen van je bovenkamertje een sprookjesachtig oord. Als ik blind was, zou ik 1000 liedjes voor je zingen en jij zou naar me luisteren totdat je bij me hoort. Als ik doof en blind was, zou ik alles van je strelen, huid en haar verwennen met gekietel en gekroel. Ik zou onberoerde snaren als een harp bespelen. Letterlijk laat ik je voelen wat ik voor je voel. Als ik doof, blind en verlamd was, zou ik ademhalen. Een verborgen code schenkt een woord aan elk soort zucht. Jij ontcijfert mijn systeem, de puurste aller talen. En dan liefkoos ik je langzaam met mijn levenslucht. Ik kan horen, zien en zachtjes in je handen knijpen. Dus de wijze om iets te vertellen staat me vrij. Maar ik voel dat wij elkaar al lang niet meer begrijpen. En vooral dat jij dit alles niet zou doen voor mij. Het is lang geleden dat mijn zinnen jou bekoorden. Elke klank die uit je mond komt, had ik graag omzeild. Dus ik kijk je aan en zoek wanhopig naar de woorden. Tot je weer genadeloos je rolstoel onderkwelt. Ja, ja. Het volgende gedicht gaat over mijn oma. Wat is het toch een lekker weertje, vindt u niet? De soep smaakt heerlijk, zeg. U heeft zichzelf weer overtroffen. Hoe gaat het eigenlijk met tante Toos en ome Piet? Nee, dank u. Geen andijvie meer. Mijn buik staat op ontploffen. Het vlees wordt nooit zo prachtig bruin bij mij. Gebruikt u chroma? Kijk, over dat soort dingen praat ik met mijn oma. Ik zit daar op de bank en grijp soms naar de pot met zuurtjes. Maar oma, kom, vertel, u bent toch ook verliefd geweest? U had vast mooie avontuurtjes in de avonduurtjes. Vertel eens van de keer dat u gefeest heeft als een beest. Dat durf ik niet te zeggen, nee, ik toon haar mijn diploma. Want over dat soort dingen praat ik met mijn oma. Toe oma, toon een glimp van al uw stiekeme gedachten. Er is toch meer dan lingo, jeu de boule en rummy cup? Waar droomt u van en wat bezorgt u slapeloze nachten? Hoe zit het met die kerels van de Aqua Jogging Club? Wie ziet u graag in zwembroek en wie wenst u in een coma? Maar over dat soort dingen praat ik niet met oma. Sinds kort is oma helemaal vergeten wie ik ben. Het hek is van de dam, ze geeft zichzelf geregeld bloot. Zo deelde ze met mij hoe opa haar beminde en zijn laatste adem uitblies bij zijn allerlaatste stoot. Hij landde als een straalbezopen nijlpaard op mijn stoma. Ik kijk wel uit voor taal. Ik praat niet meer met oma. Ja, nou. Mars. Zou het niet fantastisch zijn om op Mars te kunnen leven? Zou het kunnen op termijn? Zou het niet fantastisch zijn? Chocola is o zo fijn. Karamel blijft lekker kleven. Zou het niet fantastisch zijn om op Mars te kunnen leven? Dat is een triolet. Dus dat vind ik een hele mooie vorm. Die wilde ik graag introduceren. Dat is een 8-regelige versvorm. Regel 1 komt terug als regel 4 en 7. En regel 2 komt nog eens terug als regel 8. Dus je hebt 2 regels geschreven en dan zijn er al 5 van de 8 klaar. Dat is fantastisch. Tante. Mijn tante kletst voortdurend uit haar nek. Er is helaas geen touw aan vast te knopen. Als zij begint met praten, word ik gek. Mijn tante kletst voortdurend uit haar nek, die breder dan het hoofd, dan haar hoofd is, door het spek wat jaren in haar lijf ligt op te hopen. Mijn tante kletst voortdurend uit haar nek. Er is helaas geen touw aan vast te knopen. Tegenvaller. Ik heb toch laatst zo'n rare film gezien? Een vrouw was in de keuken aan het boenen. Althans, een vrouw. Ze leek pas 17. Vrij schaars gekleed. Ze had het warm misschien. Op van die hoge gehakte, smalle schoenen. Dat was beslist onpraktisch. Bovendien kwam uit het niets een man, zeer masculien. Waarschijnlijk Afrikaans van origine. En die begon de blonde vrouw te zoenen. Maar dat verbaasde mij, want ik zou zweren dat hij zojuist die dame had verteld dat hij de kraan of zo kwam repareren. En ook al spoot er water op hun kleren en was dat lek dus zeker niet hersteld, besloot hij daar geen tijd aan te spenderen, moest die vrouw verdorie zelf proberen om zijn gereedschap veilig te hanteren. Had ze nu maar een loodgieter gebeld. Toen bleek er buiten nog een vrouw te staan die door het raam het stel stond te begluren. Ook zij had minimale kleding aan en
oogde met het schouwspel zeer begaan. Wellicht kwam deze dame van de buren die ook te kampen hadden met zo'n kraan. Maar ja, zolang daar niets aan werd gedaan, bleek ook dit voorval nergens op te slaan. Het had meer zin een vakman in te huren. Ik vroeg me af of iemand nog zou pogen het water af te sluiten uit fatsoen, maar bij totaal gebrek aan spanningsbogen, laat staan goed opgebouwde dialogen, had ik de film reeds afgekeurd. En toen er kledingstukken door de lucht heen vlogen, maar stellig niet om ze te laten drogen, ontbrak het mij aan inlevingsvermogen. Ik ben iets anders voor mezelf gaan doen. Ik heb geen idee hoe ik aan de tijd zit, maar... Nog één minuut? Nog één gedicht. Heel goed. Van mij. Daar loop je, lieverd, zeldzaam prachtig. Of nee, jij loopt niet. Jij flaneert, die flair, die gratie, allemachtig. Je lijf zo uitgebalanceerd. Ik zie de mannen naar je lonken, wat ik ze amper kwalijk neem. Jij bent gemaakt om mee te pronken. En lonken zit in hun systeem. Maar dat je lichaamstaal zo zwierig, dat je gebaren zo subtiel en dat je ogen zo nieuwsgierig, dat zuigt de krachten uit mijn ziel. Ik weet hoe alle kerels denken, ik ben er zelf tenslotte één en jij bedient ze op hun wenken met dubbel porties oestrogeen. Dus haat ik hoe jij met je haren en hoe je jurkje net te kort, hoe meer ik tracht je te bedaren, des te ondeugender jij wordt. Jij houdt van mij al 14 jaar, dus hoor ik vast te lachen, maar het janken staat me dikwijls nader. Ik ben je vader. Hoe beleef jij de zwaartekracht van taal in jouw leven? De zwaartekracht, dat suggereert dat de taal zwaartekracht heeft. Er hangen wel eens van die letters aan kantoorgebouwen. Ik vind het altijd wel Engels om daar onderdoor te lopen. Je weet nooit wat er gebeurt. Maar de kracht van taal is fenomenaal. Je kan alles met taal. En ik vind het mooiste als je ermee speelt en het beheerst tot in de finesses. Daarom is bijvoorbeeld de Dr. Anders Pee een grote held van mij. Die beseft dat je de taal eigenlijk nooit genoeg kan beheersen. En dat er altijd een nieuwe formulering is die het interessant houdt en die andere mensen kan overtuigen. Dat was het. Dankjewel. Woo!